Verandering in Suriname moet vooral in de tijd waarin we leven beter op gang worden gebracht. Woorden van Acharya Varun Matapsing in gesprek met onze redactie. Een Acharya is een spirituele leraar of meester in het hindoeïsme die gezag heeft in de religieuze zaken en leiding geeft aan spirituele praktijken. Matapsing zegt dat het voor elk individu belangrijk is om de ernst van vrede in te zien. Suriname is een land rijk aan verschillende culturen, wat eigenlijk de liefde divers zou moeten maken, zegt Matapsing. Met een boodschap als eenheid, hè, wat wij willen bereiken, is niks anders dan wees jezelf, dien ook jezelf, maar ook de samenleving. Want als ik zelf sta en ik ben onbaatzuchtig, dan kan ik de samenleving ook dienen. De Acharya zegt met deze boodschap de samenleving op het hart te willen drukken, zich te blijven bundelen in de naam van vrede. Op die manier kan iedereen bijdragen aan de heropbouw van de onderlinge liefde. Meer hierover morgenavond in ons programma In Gesprek Met via kanaal 12.1 om 9 uur.